cheesy-achtig suiker. Ja, dat je toch even wilt aanpassen. Alsof we 4 maanden weggaan. We zouden niks kopen en Mike heeft alweer wat gekocht, dus het gaat goed. Kijk nou even dit uit. Het ruikt zo lekker. Is dat lavendel? Ik wil het gezicht mee wassen. Hoe oud is papa geworden, Livia? Dat 3 keer, hè? Welkom bij weer een nieuwe vlog. Yes, in deze weekvlog gaan wij de lekkerste donuts ever ophalen. Bij Mary Ludwig. In Den Haag. Ik en Rocket gaan onze koffer inpakken met Mike voor onze vakantie naar... Naar Tokio! Ook gaan wij paaseindjes zoeken met Bel en Livia. En we hebben een gek event. Ja, en we hebben een gek event van Friends the Brands. Hier was ik helaas niet bij, want wij waren in Tokio. Maar nog heel veel content van Tokio volgend. En ja, hij wordt 30 jaar, dus je ziet ook nog even zijn verjaardag, een klein stukje. Dus blijf kijken, blijf abonneren en duimpjes omhoog. Zo, ik doe even de muziek wat zachter. Want wij hebben superleuk nieuws. Wij hebben weer een nieuw verkooppunt in Den Haag. In Den Haag. Ja, Nooddorp eigenlijk. Ja, Nooddorp. Het bestaat pas 1,5 week. En wij dachten, dit is een hele leuke winkel. Dit matcht precies met Reiners. Het heet Gau. En wij kunnen niet wachten. Dus wij gaan eigenlijk nu, want we hadden beloofd aan Mary om naar haar winkel te gaan. Voor degenen die Mary niet kennen. Zij is van onze heerlijke donuts en alle sweets wat ze ooit voor ons heeft gemaakt op alle events, baby showers, modeshows. Verderop rechts afslaan en daarna links afslaan. En ze heeft dus nu een eigen zaak met allemaal lekkere dingen. Dus wij zijn nu een kwartier van haar vandaan en wij dachten we moeten we langs om te kijken. En voornamelijk om eten mee te nemen. En hier ook op te kijken naar de winkel. Ben heel benieuwd. Ja, alles is pink. I love it. Heel girly vibes. Ik draag de Modo collectie. Dat komt in de maand mei uit. En Sjoe heeft allemaal nieuwe collectie aan, wat ik niet kan laten zien. Maar mijn pet is wel van de pet is wel van de huidige collectie. En ze heeft weer het beeld met het tasje. Ja, het is echt een favorite. Ik heb niet gelogen. Nee, wij liegen nooit. Alleen dat de vlog elke keer online komt. Daar liegen we niet over. Dat willen we heel graag. Maar zoals laatst was die ook renderen. Duurde ook weer. Ja, renderen. Ja, ik moet daar nog even tips over vragen. Of dat echt normaal is. We made it. We made it. Oh, wat enig. I love it. Oké, wij zitten alweer in de auto, want anders staan we zwaar in de file. Maar we hebben de donuts opgehaald. Ze zijn, by the way, de lekkerste donuts. Oh my god. Ze zien er niet inderdaad, maar ze zijn de meest fluffie, squeezy-achtig suiker. Hiervoor is echt allemaal calorieën waard. Ja. Ik moet me wakker maken. Dit is echt meerdere donuts. Zijn niet normaal. En dit is helemaal geen showers, no spon, want... Het zijn gewoon de allerlekkerste donuts. En ze heeft nu dus een winkel in Den Haag. Dus ik zou zeggen, ga langs ook voor een leuke high tea. En wij gaan nu weer jezus naar huis. En we pakken alvast een donut erbij. Nou, we beginnen de vlog met dat we eigenlijk samen in de auto zitten. Om nieuwe verkooppunten te werven. We vertellen er ook over dat we een nieuw verkooppunt hebben. En we waren toevallig in de buurt van Mary, haar nieuwe winkel. Normaliter heeft ze eigenlijk nooit een winkel. Je kan dus gewoon nu elke dag bij haar heerlijke donuts halen. Maar ook wafels, tot ijs, tot churros. Ze heeft echt alles. Ze heeft een hele kleine, leuke roze candy shop eigenlijk. Ja, Mary's Candy Shop. Zomers heeft ze erin het ijs. Zwinters heeft ze er oliebollen. Ja. Je kan er ook een hele leuke feestjes geven. High teas. En bellenblaas. Bellenblaas? Nou, Mary, je hoort het. Ook bellenblaas nodig. Maar we waren in de buurt. We hebben superleuk verkooppunt. Eten. In Nooddorp erbij. Ja, dus we moesten eventjes langs bij Mary. Zij regelt altijd al onze tractaties, maar ook op de modeshow. Verjaardagen, babyshows, genderparties. We hebben altijd haar lekkere sweets. En nu heeft ze dus een eigen winkel en wilden we haar wel even supporten. Dus waar gaan we heen? Naar de geitjes! Ja. Hoe leuk is dit? Goed omhoog houden voor de geit, Lydia. Ja, goed zo. Kijk dan. En nu heeft hij me goed, ja. En nu is hij goed aan het drinken. Is hij lekker aan het drinken? Kijk, ik kom daar ook in je eieren. Wat doen jullie? We gaan elkaar tongen likken, die speukjes.
ook zie ik met de meisjes naar het Amsterdamse bos ga. Dit was een van de weinige dagen dat het mooi weer was. Dus ik dacht meteen lekker naar buiten. Je kan mij wel mee. Maar... ja, jij wilde niet mee. Jij vindt het altijd stinken. Het stinkt ook. Het is ook natuurlijk niet helemaal geweldig. Maar de kindjes vinden het super leuk om die flesje gewoon te geven aan die geitjes. En ik vind het ook wel schattig. Maar die geitjes zijn zo voldaan dat ze dus geen flesje willen. Nou, ik was nu in de ochtend. Dat viel mee. Normaal gesproken ligt ze helemaal in coma einde van de dag. Ik vind het zo zielig voor die geiten. Gewoon vol gestopt met die flesje door al die kindjes. Ja. En daarna even lekker gewoon buiten gespeeld. En niet bijzonders. En ik was naar het strand gegaan. Want dat... ja. Heb ik iets meer mee om lekker gewoon op het strand buitenlucht te zitten dan bij die grijzengel. Oké, wij gaan aankomende vrijdag naar Tokio. En deze kant van onze keuken is nog steeds niet afgemaakt. Voordat ik daar vragen over krijg. Ik weet het liever lui dan moe, zeggen ze dan maar. Ja, ik weet niet. Ja, we hebben wel tijd. Ik moet gewoon, ik hoop het als we weg zijn dat iemand het voor ons regelt. Maar ik ga dus beginnen met Rocket zijn kastje in te pakken. Ik heb vaker lange vluchten gedaan en Mike ook. Dus ik weet dat lekkere slofjes altijd super chill zijn voor als je even naar de wc gaat. Je krijgt van de airport of airport. Airline meestal ook wel een dekentje en zo. Maar dat is natuurlijk ja, altijd wat goedkoper. En ik moet zeggen, dit is ook super goedkoop. Van Temu besteld. Ik dacht dat ze 3 euro zijn. En dan heb ik het ook voor mij besteld. En voor Mike. Dus ik begin eigenlijk om die dingen alvast in mijn handbagagetas te doen. Die heb ik op Vestiaire besteld. Dat is een site waar je tweedehands kan kopen, maar ook nieuw. En ik heb deze voor een hele goede prijs op de kop getikt. Ik ben echt, vrienden die mij kennen en vriendinnen, ik ben echt de cheapskater. Hoe noem je dat? Wat moet ik zien? Oeh. Dus altijd als iemand wat zoekt voor mijn vrienden of... familie, dus zegt ze, Jules, kan je het voor me zoeken? En ik heb het dan altijd voor de goedkoopste prijs. En deze tas had ik al gekocht. Ook via Vestiaire. 2 jaar geleden. Dus dan doe ik eigenlijk dit als handtas. Neem ik mee. En dit als handbagage. Helemaal in het thema van Japan, Tokio. Want deze tas is ontworpen door Takashi Murakami. Dat is van het bloemetje. In samenwerking met Louis Vuitton. Vandaar dat hij al die kleurtjes heeft. En het bloemetje heb ik dan weer beeldig op TMU besteld. Zodat het weer een beetje terugkomt. En nou ja, daar ga ik dus alles in doen. Qua handbagage wat ik nodig heb. Dus daar gaan de slofjes in. Lekker nummer. Dan heb ik ook nog op TMU besteld. Allerlei handige bakjes. Daar ga ik straks ook het elastiekjes en pleisters zit er al in. Maar dan ga ik ook de setpilletjes in doen. Nagelknippertje, dat soort items. Dat heb ik. Ik moet eventjes alles overhoop halen. Even kijken. Alle, dit soort tasjes met stuff. Ga ik alle benodigdheden in doen. Deze voor alle Elektra. Allemaal op TMU besteld. Als je patchwork intikt met een tweetje krijg je hem zo. Heb ik ook met heel groot met snacks. Dat zag ik bij mijn mama voorbij komen. Die gaat ook in mijn handbagagetas voor alle chipjes en zo voor Rocky. En dan heb ik hier speciaal een travel tasje. Daar heb ik alle papieren uitgeprint van ons hotel. In Hongkong moet je ook een formuliertje invullen dat je het land in mag. Dus die doe ik er ook dan meteen in. Dit voor in Tokio zelf. Een lunch coolbox. Wat ik dus heel vaak doe als we een Rocky ga uit eten. Helemaal mooi koel aan de binnenkant, voordat het koud blijft, of warm. In dit geval koud. Wat ik dus heel vaak doe, is dit meenemen naar restaurants, want er is altijd eten over. Dan neem ik het altijd mee. En dan wil Rocket eigenlijk altijd later weer opeten. Nou ja, nog eentje met stuff, maar ik vond dit dus heel leuk. Omdat het heel leuk... ja, ik ben echt een gek daarin. Hierbij matcht. En dan heb ik ook voor Rocket hele leuke kropjes besteld. Met allemaal leuke bloemetjes. Ook weer van Takashi. Dat wil ik dat hij dat aandoet naar het museum. Mensen noemen mij echt gek dat ik dit allemaal van tevoren helemaal plan. Maar ik vind dat dus enig. Voor de rest vond ik deze fles super handig van Hagen. Met zo'n dingetje eraan. En dan ook weer met een bloemetje.
Dus dat pak ik eigenlijk allemaal in mijn handbagage. Ook de krokjes. Voor als we aankomen dat ik al een extra outfitje heb voor Rocket. Stel, we kunnen nog niet inchecken, wat ik wel hoop. Voor de rest neem ik dekentjes mee. Het is daar dan wel warm. Alleen de airco's in Hongkong en Tokio. Tokio weet ik nog niet, maar in Hongkong zijn extreem. Dus dan neem ik dat lekker mee. En het allerleukste, ik heb een buggy gekregen. Die ga ik eventjes laten zien. Dit is de wagen van Easy Walker. En die kan je heel makkelijk inklappen. Dan moet je het stuurtje voor afhalen. En dit vindt Robert dus geweldig. Deze gaat ook mee op reis. Voor de rest heb ik allemaal setjes bij de Zara gescoord. Zoals deze, maar daar heeft Mike dan heel leuk op getekend. Zo schattig. Dat maakt het net wat unieker, vind ik. Dus dat heb ik eigenlijk allemaal voor Rocky gekocht. En zo'n hesje kost dan ja, 22 euro. Dus dan nog leuke prijsjes. Voor mezelf heb ik deze geweldige ring gekocht. Helemaal in het Tokyo sfeertje. Hoe enig. Zo met die glim. Oh, ik heb dit om. Met die glim. Ga ik heerlijk combineren met mijn moeders zilveren franjejasje. Denim shorts van Rijns in de tankstijl. Maar alles wat ik voor mezelf meeneem ligt op kantoor. Want alle Rijnsstijls ga ik meenemen en daar ga ik dan de sets maken. Dus nu ga ik Rocket's koffertje inpakken. En zo een update van mij. En ik draag de Rijn spet. En Mike zijn jogging en dat is van acne. Even snel, want ik was vandaag niet zo lekker. Maar ik kan nooit stilzitten, dus dan ga ik nu maar even de koffer inpakken. Terwijl Rocky op school zit. Ik ben al een heel eind gekomen. Rocket's hele koffer ligt vol. Ik heb voor de zekerheid regelaarsjes meegenomen. Want het kan er ook gaan regenen. Maar wel weer warm, dus ik heb ze maar mee. Voordat Rocket zegt, ik wil mijn regelaars aan. Ik neem al het Rijnders-kleding mee. Maar alles wat ik al thuis heb, doe ik hier erin. De nieuwe tankcollectie is pas afgelopen week geleverd, dus dat heb ik nog niet thuis. Maar ik ga ook de kersenbloesembomen zien. En dan neem ik natuurlijk onze rose skirt van mee. En ik heb ook al mijn favorite van de collecties gepakt. De Anna Crochet topjes. Die gaan ook met mij mee natuurlijk. Die vind ik waanzinnig. En dan met een leuk pijpertje van Reiners. En dan ben ik helemaal klaar. Dus ik wil even zeggen dat ik al best wel ver ben. En dat ik nu verder ga met Mike's gedeelte, mijn gedeelte. En dan neem ik jullie zo weer mee. Hey, dat je toch even wilt aanpassen. Ik denk dus wel echt dat ik mijn moeders jasje meeneem. Hoe gaaf is die? En dan met die bukkelbelt. Reiners denim shortje. En ik wilde er natuurlijk nog wel een wit tanktopje onder. En dan met de denim cap. Alsof we 4 maanden weggaan. Ik heb Stinky vast. Heb jij Stinky vast? Ja. Goed zo, schat. Goed vasthouden, hè? Ja. Die gaat naar Lailie en Andy, hè? Zullen we op het knopje klikken, schat? Oké, hoe leuk. Rock en ik hebben de nieuwste Rijners collectie aan, hè, Rock? Met de smileys, maar daar later meer over. 3 koffers en 2 handbagagetassen. Dag Andy, dag Lailie. Kom je mee, Rock? Oké, we zijn op de airport. We zouden niks kopen en Mike heeft alweer wat gekocht, dus het gaat goed. Rocky en ik hebben vandaag allebei Rijners aan, hè, Rock? En Rock heeft Wolfie mee, hè? Wolfietje. Wij zijn nog steeds op het vliegtuig aan het wachten. Oh, de deur gaat niet open. En ready. Gaat het vliegtuig in, hè? Ja! Ja! Woehoe! 37. Huh? 37. We gaan zitten eindelijk in het vliegtuig. Na een uur vertraging erop. Ja, hè? Hij zit al helemaal in de gordel. Zo graag wilt hij naar Tokio. Hoe handig die Hagenfles zo hier? Naar Tokio is 5%. Een suikerspin halen in Tokio. Ja, dat gaan we halen, schat. Ja, die gaan we ook halen. Die is heel groot. Die is heel groot, hè, die suikerspin. Ik heb dus deze hek gezien op Instagram. Ik heb er een soort van hangmatje van gemaakt. En ik heb al Rock's diertjes meegenomen. En aan de andere kant zijn ze autootjes. En we gaan vandaag vechten. Ja, ze is heerlijk zo in het vliegtuig. We hebben lekker ons eten. Rocky kaas. Hey Rocket, pastatje.
also applies to leggings. Oké, okay, we zijn bij de Edition. Rob, kom maar. Een hele, 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 hele lange vlucht. Vertraging. Oh, kom Rob. We zijn er. Oké, onze kamer. Het allerleukste aan mooie hotels. Wij vinden dit een mooi hotel. Is toch wel de producten. Le Labo. Oh my god. Maar de wc is ook wel leuk. Mike. Hoezo is de wc luxe? Elektrisch. Ja. Oh. Oké, onze kamer. De badkamer. Doe maar. Mike zit op de wc, dus laat ik later zien. Mama. Kijk nou even dit uitzicht, Rocket. Hoe mooi. Nou, Rocky slaapt gewoon bij ons in bed. Oh, wat is dit mooi. Ook laat Sjoel even haar inpakjes zien voor haar trip naar Tokio. Ja, het was echt heel veel gepland. Want alles wilden wij wel zien in Tokio. En aangezien wij in Sakura season gingen, dus oftewel bloesemseizoen, was alles vol. Dus ik had alles, een hele planning gemaakt. Maandag naar Disney, zondag naar de food market. Dinsdag naar Team Lab, woensdag naar Kyoto. Dus het was een hele planning voor mij. Want normaal zijn ik en mij heel chaotisch. Maar daardoor moest ik ook de koffer heel goed inpakken. En dat heb ik eigenlijk voor jullie gedaan. Ik heb alles in sets meegenomen. Alles van tevoren een beetje aangepast. Maar ja, wat bleek dus. In Tokio was het dus echt heel slecht weer 3 dagen. En dat was toch niet op mijn voorspelling. Nee. Dus, ja, gaan we maar weer naar. Dus jouw tip is, neem voor zekerheid altijd maar regenjas. Nou ja, dus voor Rocket had ik echt van winter tot zomer ingepakt. Want ik vind hem het belangrijkste. Maar ik was zelf gewoon vergeten om een lange broek mee te nemen. Dus 2 dagen hebben we echt mega slecht weer gehad. Maar goed, ik heb wel Mike iets aangetrokken. En voor de rest had ik bij TMU nog wat ketjes, wat slofjes met Spidey besteld. Want ik vind het altijd lekker als je in het vliegtuig naar die wc is. Niet gewoon je eigen schoenen aan hoeft. Dat je die eventueel daarna ook nog kan weggooien. Ja. Maar het was super schoon, moet ik zeggen. Ja, en die hadden een box met al die diertjes van hem. Ja, die had jij dan inderdaad. Ja, met de exje. Eigenlijk de tips om met een kindje te vliegen. Ja, ik heb ze dus niet heel veel. Want Rock is heel chill. Maar ik had nu wel een soort van hammock gemaakt in het vliegtuig, hè Rock? En we hadden heel veel leuke speelgoedjes, had Marief ook gehaald. En hij is nu gek van de Hulk en poppetjes. En ja, zo heb ik hem eigenlijk geëntertained. En veel snacks. Veel snacks. Oh, jongens, we are here. Ja, Romee en Chanel hebben hetzelfde vandaag. Jullie zout. Nou, we are here. Ik ga filmen. Woehoe! Hoe leuk is dit? Helemaal top, kijk nou. En mijn tafel. Het ruikt zo lekker. Is het lavendel? Ik wil het gezicht mee wassen. Lekker gegeten en zijn nu in de zaal. Dat is toch amazing. Heerlijk ruikt het. En hier was ook Jill een baby shower. Waar moeten wij heen? Oh, wat leuk! Hallo! We hebben er 1,5 minuut over doen, maar we gaan lekker beginnen. Oh, ik kan ook een drinkje bestellen. Moeten wij naar de auto? Oh, we gaan op de foto! Waar is op Q? Leuk, de tafel. Hier eentje. Ja! Oh! Wat cute! Wat heb je? Dopper. Oh. Oh my god, hoe lekker ziet het eruit? Wat is het? Wow. Zo, we hebben volle goodiebags mee. Oh, dit moet ik filmen. Ik ga jou ook filmen. Oh, chocolate. Hallo. We zijn moe. Oh, moe en voldaan. Lekker toetjes. Ik zou niet echt vastplakken, jammer. In deze weekvlog zie je ook dat wij naar het gaaf event gaan van Friends of Brains, The White Dinner. Sjoel was in Tokio met Rob. Dus die kon er niet bij aanwezig zijn, maar normaal gesproken is natuurlijk Sjoel altijd bij. Oh, ben jij druk?
En waar ik was gezellig even met Romee daarheen en Chanel en Anne-Dominique en Chanel Koeten. Dus ik baalde wel. Tuurlijk, ik vond het hartstikke leuk om in Tokio. Oké, Rok, ga jij maar eventjes op de tv. Ik baalde wel, want normaal ben ik er altijd bij en ik vind het altijd een heel leuk event. Maar goed, Marie ging hier met Romee, met Chanel. Ja, en ze hadden het nu ook echt heel goed geregeld. Bij Marie heb je eerst alle Friends of the Brands introduceren en dan pas eten. Dat was meestal rond een uurtje of 10:30 eten. Nou, ik als mama die gewend is om 6:30 te eten, is dat veel te lang. Dus nu ging je gezellig eerst eten in een hele mooie zaal daarna. Het leuke was, het was dus in Krasnopolski waar wij ons baby shower hebben gedaan. Ja, er was er toch nog een beetje stiekem bij. Het is toch leuk om te zien hoe andere organisaties dan aankleden. Het was echt super mooi geregeld. Iedereen moest dan eigenlijk altijd in het wit. Dus ik had van Rijns echt de blouse leerd aan en een t-shirt en een denim short. T-shirt doet mij nou ook denim shortje. Ja. Ik haat namelijk persoonlijk witte broeken of rokken. Ja, ik kan er gewoon niks mee. Dus ik was helemaal in de stress. Een witte jurk had ik ook niet. Ik had wel een jurk van Rijns, een tankdress. Ja. Maar je moest een beetje chic en dat vond ik dan net niet gekleed genoeg. Net te casual. Dus ik had nu eigenlijk de blouse leerd aan met een denim shortje van Rijns en leuke Balenciaga rubberlaarzen. Want het weer was natuurlijk weer helemaal dramatisch. En toch vond iedereen gelukkig mijn look leuk. Ja, iedereen was wel wat chiquer als ik. Maar ja, ik heb niet eens hakken in mijn kast liggen. Nee, ook je houdt geen hakken. Dus ik dacht, ja. Dit is helemaal mij, helemaal leuk. En je bent gezellig met Romee gegaan. En met maken. En Shanna. Ja, en Anne-Dominique en Chanel. Dus we hebben het echt een superleuke avond gehad. Je leert er eigenlijk dan altijd nieuwe merken kennen. Waar je even mee kan samenwerken. Maar ik vind eigenlijk altijd meer dat ik erheen ga voor de gezelligheid en de ervaring en het lekker eten. Dus dat was super leuk geregeld en georganiseerd. Dus dan was ik echt voor mij toen heel laat thuis, 1:30. Nou, dat is voor mij echt laat. Toen hebben wij nog een FaceTime. Ja. Bij mij was het toen. Toen was je bij net ochtend bij jou. Net ochtend, 6 uur, 8 uur later, 8:30. Dus we hebben nog elkaar even kunnen bellen, dus dat is wel weer een voordeel. De ene meisjes waar niet allemaal aardbeidjes. Ja, ga eens lekker allemaal aardbeidjes eten. En kaas. Ja, je mag ook wat kaas. En die wil je ook lekker eten. We hebben de tafel gedekt met mama. Ja, en Belly is er. Prullenbak, waar zie je? Zijn jullie allemaal eitjes in de tuin? Oh jee! Yeah. Ja! Yeah. Op de bank ook! Oh. Oh. Op de bank! Nee toch? En op het huisje? Ja! Ze zijn helemaal hyper. Kijk, wat heb je gevonden? Kijk naar Lely! Lima, wat heb je gevonden? Oh nee! Ja, eens kijken in het huisje. Goed zo, Livia. Geef maar mama. Lina, wat goed van jou. Nee! Nog één. Deze die herken ik niet. Oh nee, die hebben ze zelf gemaakt. Oh! Is er nog meer? Bel. Zachtjes. Nee. Komen jullie weer naar buiten kijken verder? Ja, we moeten hier nog zoeken. Hoor maar, Bel. Nee. Kijk in de boom. Even naar de boom. Moet je eruit komen? Kom. Oh, voorzichtig. Ja. Zo, na paasontbijt. Paasbrunch. Maar dan met patatjes, hè? Dat is het idee. Bel, vind je het lekker? Ja, hè? Nee, vind jij het ook lekker? Ja. Ik heb een Bami schijf, zeg lang geleden. Ik heb lekker kaas of vleetje. Maar ik heb verstand van, dit is ook de lekkerste. Het is Madhouse, Jim is nog weg. Die komt vanavond thuis. En ik dacht, ik doe een leuke taart met sweetcakes voor onze papa of super daddy. Maar ik zei, doe maar een leuke taart. Dus ik heb gewoon 3 laagjes gekregen. Leuk taartje, zei je. Ik zei, leuk taartje. Nou, dit is wel een hele grote taart. En ik ga hier alles even opruimen. Alles is Madhouse ontploft. Ik wilde mijn vel buiten weggooien. Dus die vel stort weer vol. Dus ik heb nu maar in de tuin gezet. Hé Frank. In ellende. Moet je naar buiten? Frank wil nooit naar buiten als het regent. Oh. Nou. Dit is in ieder geval opgeruimd. Nu dit nog. Hij is wel zacht. Is hij zacht? Ja, zie Suzy aan. Hoe oud is papa geworden, Livia? Dat 3 keer, hè? 30. Zo oud. Wauw. Ik ga niet ook eens eten. Na Friends of the Brands ga ik heerlijk met mama en papa bij mij thuis eten. Paasontbijt met Romee. Met alle kindjes. Papa had stiekem de eieren verstopt in de tuin. Ik heb nog een
En het blijft altijd een leuk momentje, dat soort dingetjes, dat je dat samen kan vieren en verstoppen en zo. Ja, dat heb ik ook echt wel gemist. Ik dacht wel, het was heel mooi versierd het paars in ons hotel, maar ik dacht wel van, oh, normaal. Ga je leuke eieren zoeken samen. Eieren zoeken en dan... Mama had wel iets heel slims gedaan, ze had namelijk gelukkig alleen eieren gekocht met cadeautjes erin en maar echt 4 chocolade-eieren. Normaal gesproken krijg je echt 10 chocolade-eieren, dus helemaal hyper de pieper. Dus het was echt super gezellig. We meesten nog de hele dag gebleven met Bel, omdat jij een weekendje weg was in Barcelona voor zijn verjaardag. Wat Marie had gegeven, dus het was super leuke surprise. Met zijn vrienden. Met zijn vrienden, want Jan is 30 geworden. Dus Romein ging nog gezellig met mij een patatje eten met Bel. En die ging heel laat weg, omdat ik alleen was met de meisjes. Maar over het algemeen is het helemaal goed gegaan. Natuurlijk is het wel zwaar. Dus ik heb echt een respect voor single mommies over hier. Omdat je sowieso al. Ja, tuurlijk. Maar je bent niet gewend als je altijd op elkaar bent ingespeeld. Maar het ging goed, maar we hadden elkaar wel echt heel erg gemist. En Jan was 30 geworden, dus die had het wel heel leuk gehad. Die zijn een leuke voetbalwedstrijd gegaan in Barcelona. Die zit toevallig ook in hetzelfde hotel wat ik had. Ja, de Additional. Want ik zei ook, joh, we geven ze gewoon met drie vrienden gingen gewoon in zo'n ultimate boys weekend. Het is er op en voor onder. Ja, maar het is gelukkig goed gegaan. Ja, het is helemaal goed gegaan. Je ziet dat Jan thuis is, dat we een heerlijke taart hebben van sweet cakes. En dat is ook heel lief van jou. Livia wilde een taart maken van papa, omdat ze een held vond. Ik vond het echt super schattig, dat ze helemaal zelf bedacht. Dus ik had een super hero taart, onze super daddy. En die had sweet cakes gelukkig op de valgreep helemaal kunnen regelen voor ons. En hij is super lekker, dus het was helemaal top. Verder hebben we eigenlijk niks bijzonders voor zijn verjaardag gedaan, want hij natuurlijk al een weekendje weg was. En wij hadden ook wel een gevierd. Nee. Iemand heeft geen cadeau voor zijn gezet voor hem. Dus in deze vlog zie je heel veel leuke verschillende dingetjes. Sorry dat de dagbezetting een beetje rommelig is, maar we will do our best. We hebben expres nu juist opgenomen, want anders was er weer geen vlog. Maar gisteren was Marie weer opeens niet lekker geworden. Ja. En ik ga zo naar Amsterdam, dus dat kon ook weer niet. Maar goed, we hebben het gered. En volgende week vlog zie je voornamelijk Jules er beeldmateriaal in Tokio en Hongkong. Je ziet ook wel wat beelden van mij van thuis, maar voornamelijk echt de reis. Jules heeft je ziet, dus we gaan ophangen. Love! Zeg maar dag, Rookie!